zij hier welkom heten. Sascha Noorden, kom erbij, een hartelijk applaus. Sascha, welkom. Eventjes toch, wij staan hier aan het begin van het seizoen. Wat is jouw gevoel? Het is toch lekker dat het weer allemaal gaat beginnen? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb daar hartstikke veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat ik Benelux ga brengen. Het is voor mij een hele nieuwe ervaring in verhouding tot de sprint. Zeker ook met de cupauto van de GT4. Maar ik heb er super veel zin in. Deutsches Auto, holländisches Team. Wie is dat eigenlijk, holländisches Team? Is dat anders? Bis jetzt nicht. Also auf jeden Fall, ich glaube, jedes Team ist anders. Es ist auf jeden Fall sehr professionell. Der erste Eindruck ist super. Ich mag die Offenheit der Holländer generell sehr. Das finde ich super und das habe ich hier auch erlebt. Also von daher war ja nur der Vormittag bis jetzt und das war super auf jeden Fall. Wir gaan erbij halen. Sören Spreng, dames en heren. Viel Training. Vor allen Dingen war ich jetzt sowohl diese als auch letzte Saison in Middle East unterwegs und das hilft halt auch gut als Vorbereiter. Slam! Je hebt een mooi jaar achter de rug, je gaat een nieuw jaar tegemoet. Wat heb je vorig jaar gedaan? Wat zijn de ambities voor dit seizoen? Klopt, ik heb vorig jaar Benelux gedaan. Dat ging best oké. Ik ben derde plaats geëindigd. En deze winter heb ik dan Middle East opnieuw gedaan. Om dit jaar echt klaar te staan voor het echte werk. Huub, die gaat ook een dubbel programma rijden. Hoeveel races heb je dan al die man in een jaar? Ben je bijna elk weekend onderweg? Hoeveel is 18 plus 16? Dat bedoel ik. Het is echt een serieus jaar. Ja, het zijn 16 weekenden. Ja, ja, het is heerlijk. Ja, dat klopt. Vorig jaar hebben we in de Duitse Cup net het rookiekampioenschap misgelopen. En dit jaar is het doel om de Supercup, om het rookiekampioenschap te gaan strijden. Lucas Groeneveld in de Supercup. Luke, 4 jaar Supercup nou? Ja, dat wordt inderdaad 4 jaar. Al met al. Dus het is ook best wel een beetje bizar om te zeggen dat je nog net 20 jaar al je 4 jaar Supercup ingaat. Maar dat geeft ook alleen maar aan hoe gaaf het natuurlijk is om het allemaal te kunnen doen uiteindelijk. En wat zijn jouw ambities dan dit jaar? Waar wil je eindigen? Ja, ik rijd natuurlijk nu gewoon bewust 1 seizoen. Ik wil echt gewoon weer ook gewoon de lol weer terugkrijgen in de race. En ik denk dat ook wel goed gaat komen. We hebben 2 weken of 1 week geleden nog gereden in Jeddah. Ja, ik denk dat de snelheid wel super goed was vergeleken met de gasten daar vooraan. Dus ja, sowieso elke race wel een top 10 meest rijden, absoluut. Ja, weer een nieuw gezicht. Luke Hartog, jongen, kom erbij. Ook een dubbel kampioenschap in het programma. Ja, Luke, ik zeg het al. Als je een dubbel kampioenschap doet, dan ben je veel onderweg. Wat doe je nog meer naast het racen? Doe jij iets naast het racen? Want als ik naar die kalender kijk, dat gaat bijna niet, hè? Je zet me nu wel echt op de valreep. Nee, in principe, omtrent het racen, komt heel veel bij kijken. Ik heb een hele lange winter achter de rug. Al dat wij in augustus begonnen met praten over dit mogelijk te maken, komt er natuurlijk een hele lange winter bij kijken om alle sponsoren bij elkaar te vinden. Dus ik heb een hele mooie... Het past er net allemaal op, hè? Het past net. Maar dat is natuurlijk heel veel werk om uiteindelijk al die mensen aan je te binden. Allemaal op de stip op dezelfde horizon te zetten. Dus het is een hele lange winter om het financieel voor elkaar te krijgen. Daarnaast moet je natuurlijk ook erg afgetraind zijn om zo'n dubbel kampioenschap te rijden. Dat is aardig geluk, geloof ik. Ik denk het wel. Ik heb mijn best gedaan. Dus dat is maanden van werk. Daarnaast komt natuurlijk ook, is dat natuurlijk goed voor het herstel, want je bent zoveel onderweg. Daarnaast is het ook nog een hele factor van simrace wat je bij de trainingskamp wat ik achter de rug heb zitten. Dus ik heb geen moment stil gezeten. We moeten hem erbij halen. Dames en heren, Larry daarvoor. Ja, Larry, we hebben afgesproken dat Mark jou een aantal vragen gaat stellen. Maar ik wil toch even beginnen met jou. Terug naar het begin van deze presentatie. Jij bent een winnaar in hart en nieren. Altijd als ik jou tegenkom is het achter het podium of voor het podium of onder het podium. Hoe heb jij vorig jaar beleefd? Ja, om even af te starten, iedereen bedankt dat jullie hier allemaal zijn. Het is natuurlijk gaaf dat we met zo'n grote groep hier bij elkaar zijn. En natuurlijk ook weer bedankt voor iedereen die dit jaar weer mogelijk maakt. Dus natuurlijk waanzinnig. Ik denk dat het een heel mooi bruggetje is van hoe ging afgelopen seizoen. Als je me in seizoen gevraagd had, ga ik waarschijnlijk wat anders gaan antwoorden dan wat ik nu ga antwoorden. Maar ik kijk er zelf trots naar op. En ik heb zelf persoonlijk heel veel geleerd. Natuurlijk, afgelopen seizoen was wel uitdagend. Een beetje ongeluk zat erbij, bij de Supercup, bij die ene situatie. Toch een beetje gevochten om zeg maar, de goede draai erin te vinden van de setup. En natuurlijk ook de mindset, want je bent op dat moment wel de gejaagde. Hè? Natuurlijk 2 succesvolle jaren gehad in 20 en 21. Dus ja, alles wat je doet staat nog groot vast. Maar daar persoonlijk, nu ik erop terugkijk, heel veel van geleerd.
uiteindelijk ja, maakt het niet uit waar je geland bent, maar hoe je er weer uitkomt en waar je weer naartoe gaat, zeg maar. En ook ja, vanuit daar was het eigenlijk na het seizoen knop omgezet. Heel hard gewerkt aan mijn fitness, mentale gedeelte, toen dacht ik aan Pro-F. Ik ben denk ik meer de sportschool geweest dan ik bijna thuis was. Maar, en natuurlijk nu in de voorbereiding, hier ook weer met het team bij elkaar. Ook het team heeft zeker niet stilgezeten. Daar ben ik persoonlijk heel trots op. Omdat ja, je voelt gewoon, ondanks dat jij natuurlijk jouw taken en dingen hebt wat je voor jou belangrijk is zoals rijden, merk je dat het team ook gewoon vanaf het laatste wedstrijd al volgende bak hun focus naar het nieuwe seizoen was. En ja, ik zie nu al dingen ervan en ik ben, ja, kijk er heel erg naar uit met iedereen om dit in de praktijk om te zetten. Dames en heren, de rijders van GP Elite 2023. Applaus.